En wat doe je op een zaterdagochtend als je een verjaardag in Loon op Zand hebt? Wat gaan we dan doen? Met Symbolica. Gewoon even de rij trotseren van Symbolica. 150 minuten. Maar we wisten het, gewoon speciaal af. We gaan ook echt alleen maar Symbolica doen. Daarna even een hapje eten. En dan gaan we naar de verjaardag. Zin in? We hebben net ons goed voorbereid. We hebben al een bak koffie op. We hebben een sausijsbroodje gegeten. Water voor in de rij. Daar is die water voor in de rij. Maar het loopt door. Het is niet alleen maar stilstaan. Het gaat met groepen steeds naar binnen. Dus het is wel wat anders. Echt prima te doen. Wat zien we? Ja? Dus, de hele dag. Ze hebben wel een single rijderlijn, die staat op 40. Maar wij gaan wij trotseren gewoon die 150 minuten in de warmte. We gaan het gewoon doen. We staan dus in principe al 15 minuten. Het is nu 10 voor 11. We komen zo nog even met een tijdupdate. Waar loopt het allemaal op heen? Wat een gezellig. A few inches later. Ondertussen zijn we weer een stukje verder. Half uurtje. Het is nu een half uurtje later. Het is nu 11:30. Klopt dat? 11:30? 10:30. Ja. De wachttijd volgens de app is inmiddels gedaald naar 90. Oh, ik dacht de muziek stopt. We hebben weer pech. Sorry. Maar we moeten dit hier achter nog een heel stuk. Moeten daar nog heen. Dus we zijn er nog niet. Maar we zijn er nog goed op weg. En dat loopt nog steeds redelijk. Dat blijft gewoon langzaam slecht. Jongeman, loop eens niet zo langs de landen af. De zijn er maar je steeds op. Hurry up, de straat is niet van rond. Oh. Oh, oh jee, gaat praten. Oh jee. Attentie, hier spreekt O.J. Punctuel, secretaris protocolair van zijn majesteit de koning. Mag ik u verzoeken om de regels en richtlijnen van het paleisprotocol zorgvuldig en strikt in acht te nemen? Dank u zeer. Please follow all of the instructions and guidelines according to the Palatial Protocol. Dus, Suus, hou je er een rekening mee? Ja. Geen gekke dingen doen, je moet je aan de regels houden. Single riders maar voor. Mazzelpikken. Ja, sorry. Kijk je er nou mensen naar? Ja. Maar single rider mag eerst. Ik denk, we gaan naar binnen nou. Nou, Suus, we mogen naar binnen. Ben je klaar voor de audiëntie? Ja. Heb je er zin in? Ja. Wat een enthousiasme ook. Daar heb je dan gewoon een uur en drie kwartier voor in de rij gestaan. En dan doe je zo. Gezellig hoor. De volgende keer nog een keer gewoon om 9 uur mijn nest komen. Jij wou. Oh ja, dat is waar. Kom, snel. Ja. Geen tijd om iets te doen. Entree. De schattentour. En de helft.
Ja, dat was Symbolica. Wat vind jij ervan? Ik denk dat ze zichzelf wel overtroffen hebben. Ja, tot op zekere hoogte. Ik heb alleen één echt ding waarvan ik echt zoiets heb van, dat is echt, dat is over na moeten denken. Ja, die dingen. Het interactieve gedeelte. Als dat niet gebruikt wordt, is het gewoon, eigenlijk is de hele rit geen ene reet als je de schattentour doet. Want je wordt gewoon stil in een kamer gezet met een diamant die niks doet. Dus dat was een beetje jammer, maar qua rit zelf is het ondertussen de wachttijd al een heel stuk minder, zo te zien. Want er is inderdaad gewoon mensen voor ons die het interactieve gedeelte helemaal niet snappen. Het wordt ook gewoon, het wordt uitgelegd op plakaten, maar voor de rest helemaal niet. Dat maakt hem een beetje jammer. Als ik hem een cijfer moet geven zonder het interactieve gedeelte, een 8. En zonder interactieve gedeelte een 8,5. Maar het Suze 9. Maar door het interactieve gedeelte, daar moesten ze echt wat op verzinnen. Want dat is echt. Nee, we hadden nu inderdaad gewoon mensen die het helemaal niet door hadden dat er überhaupt knopjes waren waar ze op konden drukken. Dus nou ja, staat stil naar een diamant te staren die niks doet. En dat maakt het een beetje saai. En dat is altijd wel weer jammer. Maar voor de rest, goede attractie, top aanwinst dat wel. Zeker zo aan het einde van de Pardoespromenade en op de Brink. Dus vandaar even dit bliksembezoek tussendoor. Ja, vond hem ook mooi. Ik heb een hele droge mond. Ja? En ik heb de hele rit met open mond zitten kijken. Suus, je hebt de hele rit met open mond zitten kijken. Ik heb water gehad. Wat spontaan, wat lekker. Dus we gaan even kijken of het nou laat is eigenlijk. Ja, zijn we over half 1. Dus we zijn om zeg 10:30 in de rij gestaan. 2 uur met rit erbij. Inclusief rit, 2 uur. De wachttijd was aangegeven als 2,5. Dus we hebben. Nou, we hebben korter in de rij gestaan dan dat in eerste instantie de bedoeling was. Dus het viel op zich wel mee. Is het waard om er zo lang voor in de rij te staan? Eerste keer zeker weten. Een tweede keer. Nee, ik geef ze niet vaak gelijk, maar in dit geval had Looping zeg wel gelijk. Daar is hij echt te langzaam voor. De trap was bij ons, kapot. En het zeker als niemand het interactieve gedeelte gebruikt en je moet die trap door en vanaf het moment dat Pardoes de trap open tovert, duurt het gewoon nog net even een tandje te lang voordat hij open gaat. Dus hij verdient nog wel wat tweaking. Maar in combinatie in het rijtje Droomvlucht, Fata Morgana past hij zeker thuis. Dus de top aanwinst, wij vinden hem leuk. Komt misschien al een klein beetje negatief over, maar het is gewoon gezonde kritiek. Maar dat is dus gewoon puur om het simpele feit dat het. Wat ga je doen? Ja, ga even ergens zitten. Dat is gewoon puur de kleine dingetjes die gewoon nog verbeteringen nodig hebben. Dus ik heb ook wel het gevoel dat we vast wel goed gaan komen. Maar we hebben het gedaan en dat was leuk en dat was mooi. Het zit zeker heel mooi van binnen en aanradertje, top attractie. Wij gaan nog even een paar kleine dingetjes doen en naar wat attracties of even wat te eten kijken. En dan gaan we nou weer verder met de roadtrip, dus tot de volgende vlog.